Ik wil graag, denk politie, want ik word hier, ik rij hier in Rotterdam, maar ik word achtervolgd door een paar erg agressieve mensen in een Vito. Het is geen snelweg, ik rij nu op de Bosdreef en mijn eigen stemming en ze volgen me nu al 3 kilometer. Ja, heel graag. Goedemiddag, spreek met Agenio. Ik rij hier op de Bosdreef in Rotterdam en ik word nu al ruim 3 kilometer achtervolgd door een stel hele agressieve, ik weet niet wat het is, Marokkaans ogende mensen in een Mercedes Vito. Ze hebben net op mijn deuren staan bonzen en weet ik veel. Ze proberen me nu de weg te versperren. Ik raak een beetje in paniek. Bij het stoplicht, ja. Nou, ik stond voor het stoplicht, maar ik stond iets te breed. Dus er kwam mijn middelvinger en daar heb ik vriendelijk om gelachen. En toen zijn ze uit de auto gesprongen en tegen mijn deuren aan gaan stampen. Dan zijn ze met 3 of 4 man, dat weet ik niet zeker. Het kenteken is niet. Oké. Ik zit op de Bosdreef, Terbergseweg, Boszoom, heb ik nu de kruising. Ze staan voor me bij het stoplicht. Eentje komt eruit. Eentje heeft iets om de ramen in te slaan. Ja, de ramen zijn ingeslagen. Ik heb hem gefilmd. Kom. Yes. Gaat eruit, jongen, doe maar, wat doe maar. Probleem? Je staat erop. Je staat erop. Prachtig. Je staat erop. Vieze rik. Wat heb ik misdaan? Je staat er al op, jongen. Nou ja. Mijn raam is zojuist ingeslagen. Ze willen me afranselen. Politie is onderweg. Oh jongens. Die is tegen de auto aan het schoppen. Prachtig. Kom, film wat zij doen. Doe maar. Nee, lukt niet. Ze hebben me geblokkeerd. Het zijn een stel moslimachtige mensen. Spiegels worden gemold. Ik film alles op dit moment. Kenteken is nu. Jongens, ik sta hier doodsangst uit. 3 personen. Ik heb ze alle 3 in beeld gehad. 3 mannen. Mijn raam is in ieder geval kapot. Marokkaans, Albanië, Turks of weet ik niet. Buitenlands over. Wij rijden nu verder. Nog steeds op de hoofdweg.